Yo, dag gasten! Welkom bij een hele speciale video. Het is namelijk nu één dag voor de gathering. En wij van Banjo Town zijn natuurlijk. Op de gathering! Echt waar? Yeah. Ja! Wanneer? Morgen. Morgen zaterdag. En morgen. Misschien denk je bij jezelf: wat is dit voor tas? Wat hebben jullie hier bij je? Dit is. Dit gaat goed. Net aan. Misschien denk je: wat is dit? Dit ga jij vanavond allemaal zien om 5 uur de nieuwe Rikse avonturen, de vrijdag special tegen Jordi. Hey! Hun hebben namelijk al deze spullen voor jullie gekocht. Gekocht! Ja, ook omdat ik een geldverslaving heb, maar... Ja. Ja, en wat gaan we hiermee doen morgen? Nou, ik zie zojuist dat mijn spullen er niet bij liggen. Nee, jij hebt daar je eigen tas nog. Ja, ik heb mijn eigen tas. Wacht even, maar wat gaan we hier morgen mee doen? Schijnt dat wat weggegeven. Ja, allemaal aan jullie! Yay! Yay! Wow. Zo voor jouw lul. En wat moeten hun daarvoor doen? In het publiek zijn, denk dansen. Ik, dat bij ons tijdens onze show. Ja, in het publiek. Zoek ons vooral op, want eigenlijk, dit is wat wij bij ons hebben. Dan zou je denken, dit is al gruwelijk dat jullie het weggeven, maar... Er komen 5000 Banjo Town stickers bij. Wow. Die willen we overal op hebben. Overal op? Overal. Komen nog een keer 5000 Banjo Movie stickers bij. Die moeten nergens op. Die mag je gewoon mee naar huis. Die mag je... En welkom, hallo hier in mijn kamer. Ik heb hier een paar leuke dingen die ik met jullie wil delen. Want er zijn allemaal dingen binnengekomen die wij natuurlijk morgen gaan weggeven aan jullie. Of die je daar kan vinden. We hadden het over de stickers gehad. Maar waar we het niet over hebben gehad zijn zweepbandjes. Oh, zoveel zweepbandjes. Als deze, de echte Banjo zweepbandjes. Ik moet heel even een paar hiervan uit de doos aan de kant leggen. We hebben belachelijk veel zweepbandjes voor jullie die jullie kunnen winnen, vervangen, vinden op de gathering. En we hebben natuurlijk, en dat is fucking gruwelijk, Banjo posters. We hebben BAM! Banjo movies posters. Je ziet hoe belachelijk groot deze is. Dit is 1 meter bij 70 centimeter. De Banjo movies poster. En we hebben hier nog een prachtige Banjo Town poster. En natuurlijk, jongens, oh, kijk hoe groot. Hier onderaan staan nog een keer alle webseries van Banjo Town. Deze posters is een beperkte oplage. Het is eenmalig gedrukt en er komen niet meer terug. Deze posters. Ik bedoel, misschien komen de posters wel ooit een keer terug, maar deze posters, zoals jij hem hier nu ziet, die komt nooit meer terug. Dit is eenmalig op de gathering te verkrijgen, die posters. We gaan video's opnemen morgen en in die video's geven wij de posters weg, zodat je die video's op Banjo Town kan zien. En stel, jij krijgt niet een van de posters, want volgens mij hebben wij 200 Banjo Town posters en 100 Banjo Movies posters. Stel, je krijgt geen poster, heel goed nieuws, want zoals we al zeiden hiervoor, we hebben stickers. 5000 Banjo Movies stickers. Dat zijn zeg maar heel veel stapeltjes van dit. En oh man, hieronder liggen nu de Banjo Town stickers. Nu moet ik ze heel even gaan zoeken. Oh, hieronder, ja. Het is echt een kutdoos. Ja, ik ben nooit echt handig geweest als het aankomt op dozen. Oh, die seksuele grap. En anders, stel je hebt geen Banjo Movie sticker, geen poster of wat dan ook. Dan hebben we nog een Banjo Town sticker voor jou. We hebben er ook 5000 van, zoals je kan zien. Het is de poster op een klein formaat. En het zijn echte stickers. Ik ga kijken, kan ik er een lospielen hiervan? Even kijken. Oh, hij valt uit elkaar. Ah, damn it. Mijn leven is een hel, jongens. Ik maak de sticker even open en ik hoor allemaal stickers hier op de grond vallen. Nou, als je morgen een vieze sticker krijgt, je weet het, dan is deze bij deze hier op de grond gevallen. Openmaken, sticker, plak hem op je voorhoofd. Boom! En morgen, jongens, delen wij deze stickers uit. Het zou super cool zijn als wij gewoon die stickers overal aantreffen. Op elke stand van The Gathering. Op de rug van Dus David Games. Bij Thomas op de rug. Op het voorhoofd van Mert. I don't give a fuck. Plak hem overal, deze stickers. Je kan ze afhalen bij de Banjo Town Crew. Zoek ons morgen de CKW top en wij gaan door naar de studio. Sorry voor de knip, dames en heren. Er ging wat fout, maar we zijn er weer. Yay. Morgen even alle tijden op een rij. Want morgen van 1:15 tot 2:00 heb ik mijn eigen hal. Zoek me vooral op. Daarna van 3:15 tot 4:00 hebben wij onze eigen hal. Bam. Zoek ons vooral op, want als je komt naar onze hal waar wij zijn, dan ga jij een live... Gratis staf. Wat? Gratis staf. Gratis staf sowieso. En je maakt een live Vraagje Vrijdag mee van ons. Plus, we doen dus een giveaway daar. En Rik gaat daar een Rikse avonturen opnemen. Wow. Met de stickers. En dat is nogal belangrijk. Dat is want belangrijk. Kom vooral 3:15 tot 4:00 of 1:15 tot 2:00 dat na ons. Dat is al Bardo er. Ja, maar we delen die stickers uit. En wat wij willen is gewoon de hele gathering onder die stickers. Dat je overal kijkt. De hele gathering gebanjonized. Ja, dat je gewoon weet je Dus David Games onder de banjo stickers. Hè? Weet je, het erg is gewoon, het zou zo cool zijn als dat lukt. Dus ja, kom vooral langs en pak.
pak je poster, pak wat je wil. Easy as that. En vervolgens zijn wij op het podium te zien bij de gaming. En dat is van 4:15 tot 5:00. En daar wil je sowieso bij zijn, toch? Dat is een daar wil je altijd bij zijn. Dat is een spectaculaire show met giveaways en alles erop en eraan. En guys, morgen, wij gaan ook opnemen. Als we aan het opnemen zijn, val ons ook lastig, zou ik zeggen. Ja, hoort er al een beetje bij. Ja, spreek ons gewoon aan. Want de regel die wij hebben voor alle giveaways, alle dingetjes die we weg gaan geven, is heel simpel. De regel is namelijk, verzin iets waardoor we het aan jou moeten geven. Je moet een reden hebben. Of je moet iets kunnen. Koop ons om. €5. Koop ons om €5. We hebben sowieso elke chick die dit nu kijkt, weet zelf ook wel. Een kusje. Boops. Ja, een kusje of boobs is genoeg. Of een ziekte die ik nog niet heb. Wauw, dat is ook een goeie. Ja, dat is super. Dus jongens, wees erbij. Morgen vanaf 10 uur, The Gathering. Tot 6 uur toch? Of 5 uur? Wat is het? 5 uur geloof ik. 5 uur. In ieder geval, wees erbij. Kan je nog kaarten kopen eigenlijk? Nee. Uitverkocht. Nee. Uitverkocht. Wow, fucking uitverkocht. Wordt gezellig. Vergeet niet te abonneren op Banyatown. Vergeet geen groen duimpje te geven. En vergeet dus vooral niet aan te spreken. Ja, morgen exclusieve dingen die je nooit meer weer gaat zien, die wil je hebben. Oh. Tot dan. Tot daar. Yes. Hoi. Mijn knie. Oude lul. Ja, ik ga zelf eens een keertje op je knieën zitten.